Voor andere tijden sport, over naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Jannes, een voornaam die geen achternaam behoeft. Hij damde de wereld aan stukken. Jannes van der Wal, wereldkampioen. Ik ben een hele goeie dame, ik ben werkelijk hele goed. Ik kan van iedereen wel winnen, ja ik weet wel hoe dat moet. Nu opgelet, ik doe een zet en win ik het, dan heb ik pret. Ik ben een hele goeie dame, ik ben werkelijk hele goed. Jannes van der Wal was inderdaad werkelijk heel erg goed. En niet alleen in dammen. Goedenavond. Wie Jannes zegt... zegt Mies. Hij verslaapt zich in de trein en maakt een zonderlinge indruk voor televisiecamera's. Hij is de Pietje Bel van de denksport. Met Jannes is altijd iets te beleven. Je zou bijna vergeten dat hij, in de eerste plaats toch vooral, een briljant dammer is. Een revolutionair grootmeester die bewondering oogst met zijn inzicht en zijn aanvallende spelstijl. Hij wordt er 4 keer Nederlands kampioen mee. In 1982 is hij zelfs de beste dammer van de hele wereld. We gaan terug naar dat jaar, als hij een paar dagen na het winnen van de wereldtitel te gast is bij Mies Bouwman. Heel Nederland zit voor de buis. En door die uitzending zal het leven van de tot dan toe onbekende Fries Jannes van der Wal ingrijpend veranderen. Jannes, ik zet de microfoon een beetje. Kan je iets naar voren komen? Want we willen ieder woord van een nieuwe wereldkampioen horen. Hoe voel je je? Een beetje leeg, want ik heb niks meer te presteren. Ja, dat was wel heel bijzonder. Om bij het meest bekeken programma in die tijd dan je broer te zien optreden. Ja, en ik zag het meteen misgaan. Ik denk, oh jee. Hoe oud ben je? Jannes, die moet de hele tijd lachen, hoor. Je ziet het niet altijd, maar hij lacht wel. Waarom moet je nou lachen, Jannes? Is dat een rare vraag? Jannes kon zich niet voorstellen dat Mies niet wist hoe oud hij was. Hij had het redactieteam gezien dat Mies tot haar beschikking had. En hadden ze nou niet eventjes uit kunnen zoeken hoe oud hij was... word ik hier niet op een geweldige manier in de maling genomen... Hij vertrouwde het niet. Jannes, zeg eens, hoe oud ben je? Waarom is dat een vreemde vraag, Jannes? Wil je eerst dat ik het zeg of zo? Mijn ouders vonden het verschrikkelijk natuurlijk. Ja, waarom? Als je een vraag te horen krijgt, dan geef je daar antwoord op. Door mijn vragen gaf ik geen antwoord. Ah, ja. Dat was wel een beetje zijn gewone attitude. Ja. Hij hield helemaal niet van small talk. Volgende vraag, Jannes. Wanneer ben je... Ja, hij moet iets meer... Jannes, kom maar. Als je het niet erg vindt, kun je een heel klein beetje dichterbij me komen. Maar goed, dat daar zijn hele imago aan opgehangen is dat hij gek is... Ja, dat vind ik met alle respect krankzinnig. Jannes van der Wal. Een onbegrepen genie? Is hij gek? Terug naar de roots van Jannes in Opeinde, in Friesland. Agoeie. Dit zijn mijn... vader en moeder. Hoi. Hoi, Anke. Hoi, jongen. Ja. Ja. Hoe is het? Ja. Ja, goed, hè? Hartstikke. En hier is dan de piano van Jannes, waar hij heel veel jaren met heel veel plezier op gespeeld heeft. Die staat nu bij mijn ouders in de kamer. En bovenop de piano staat de beker die hij gewonnen heeft met wereldkampioenschap dammen in 1982, Campeão, São Paulo. En mijn ouders
Die bewaken hem trots. Ja. Ja. Ach, kijk. Dit is het schema wat dan mijn vader heeft bijgehouden. Met de resultaten van de WK. Eén van der Wal. Mijn vader had kennelijk Wiersma getipt als winnaar, want die stond bovenaan. Oh, dit is wel heel navrant als je dit nu terugleest. Jannes van der Wal, de Kersverse wereldkampioen dammen. Bij terugkeer uit Sao Paulo. Een volgend doel heb ik niet. Ik wil alleen maar oud worden. Ik was de oudere broer. Ik moest de wijste zijn. En in een klein dorpje waar weinig leeftijdsgenoten waren. Dus wij deden eigenlijk alles samen, zeg maar. Maar ik was toch heel anders dan Jannes. Hè? Jannes was het meer wat ondeugend. Ja, hij verveelde zich heel erg in de strenge winter van 62, 63 was dat. En toen hebben mijn ouders hem toch naar de kleuterschool laten gaan. Maar Jannes moest dan 3 kilometer op de fiets. Jannes ontdekte toen op een gegeven moment dat er ook een kortere weg was. De sloten waren allemaal volgewaaid met sneeuw en hard bevroren. Dus je kon ook dwars oversteken en afsnijden. Dan was het 1 kilometer korter. De kortste weg tussen 2 punten is de rechte lijn. Hij vond dat soort dingen wel uit. Ja, een uitvinder. Mijn ouders hadden natuurlijk ook wel een voorbeeldfunctie in het dorp. Hè. Mijn vader was hoofd van de school. En nou, dan moest je wel de dingen doen zoals ze hoorden, zeg maar. Ja. Dus die waren van deze uitvinding niet zo gecharmeerd natuurlijk. Dammen doet bijna iedereen in Friesland. En Jannes, gek van spelletjes, wordt er ook door gegrepen. Uit de bibliobus die elke week het dorp van Jannes aandoet, leest hij steeds weer nieuwe damboeken. En met zijn vriendje Auke Scholma bekwaamt hij zich verder in het damsport. Het huis van Auke en zijn ouders ziet er nog net zo uit als in de jaren 60. Nou, wij zijn ongeveer tegelijk begonnen met dammen, ongeveer vanaf ons 11e. Wij speelden samen in het Fries jeugdkampioenschap. Vanaf dat we jaren 13, 14 waren, dan zaten we soms echt de godganse dag te dammen. Ja. En wat is de godganse dag? Nou, gewoon 10 uur achter elkaar of zo. 10 uur achter elkaar? Ja, het was soms echt wel maniacaal, kun je zeggen. Ja. Want het gebeurde vooral in de vakanties. En dan was het buiten, in de grote vakantie, dan was het buiten 30 graden. En dan ging iedereen in het meertje hier in de buurt lekker zwemmen. En dan zaten wij binnen te dammen. Daar fronsten onze ouders de wenkbrauwen wel eens bij natuurlijk. Nou was ik wel iets minder maniacaal dan Jannes. Dus dan zei ik na een tijdje wel eens van ze ook even te zwemmen. Maar... Wat zei Jannes dan? Nou, dan was hij wel een beetje teleurgesteld eigenlijk. Maar ja, hij zag wel dat ik dat toch ging doen. En dan had hij niemand meer om mij te dammen, dus dan ging hij met mij. Ik denk, bijna alle schoolvakanties kwamen ze hier. Als het mooi weer was, nou ja, dan was het overdag kwart uithalen. Wij pasten elkaar heel goed. De eerste 12 jaar van hun leven, zeg maar. En daarna waren de ontmoetingen sporadisch, moet je maar rekenen. Ja. Ja, hij had eigenlijk geen andere interesses meer. Nee, op dat alleen dammen. Dus ja. Ja, op dat moment niet meer. Hij zei ook al toen hij 12 was dat hij wereldkampioen wilde worden. Ja. Ja, zei hij dat? Ja. Ja. Fantastisch. Hey. Zo goed. Ja. Ja, nou zie ik het weer hoe hij eruit ziet, ja. Henk Bransma, de jongen die straks hier komt zitten, die man... was dat voor een jongen? Klein. Ik heb Jannes in de 2e, 3e en 4e klas gehad. En ik moet zeggen dat hij in die periode niet alleen klein was, maar in alle opzichten een beetje onopvallend. Hij liep mij echt wekenlang achterna als een hondje. Dat ik gewoon echt helemaal binnen gegaan ben. En ik woonde in het centrum van Heerenveen en Jannes woonde in het Sjaalbert.
En dan fietste die wekenlang met ons groepje meisjes mee tot waar ik af moest slaan. En dan fietste hij het hele stuk weer terug naar het dorpje. Ja, maar hij deed dat voor jou natuurlijk allemaal. Ja, maar je wou daar niet verder op ingaan, Tineke. Nee, hij was te klein. Maar ja, hij was erg klein, zegt ze dan. Ja, dat is eigenlijk ook weer zielig. Zo wezen die meisjes jongens af. De meisjes hebben daar natuurlijk gelijk in. Maar voor Jannes is dat toch weer een klap geweest, denk ik. Jannes, wat ben jij geworden? Ja, ik hoor allemaal wat aan. Ja. Maar hier is hij toch erg leuk. En, hij is meer dan in dat fragment bij Mies. Misschien omdat hij die generatie jongens en meisjes weer terugzag. Hij is weer meer thuis, denk ik. Jannes gaat wiskunde studeren in Groningen. Maar na een paar maanden houdt hij het voor gezien. Hij kan het niet combineren met zijn damcarrière en besluit profdammer te worden. Nou, profdammer. Het woord profdammer bestond toen nog niet. Hè, dus hij zei wel van ik wil profdammer worden. Maar in die tijd waren er misschien twee die van de dammen konden leven. En dat waren Wiersma en Sijbelands. En voor zo iemand als Jannes in die tijd, ja. Hij moest leven van de wind, zeiden wij dan. Hij kon ook met heel weinig toe. Wij maakten ons daar natuurlijk ook zorgen over. Zo van, hoe wil je dat nou doen? Waar wil je dan van leven? Je kunt daar niet van leven. Als er iets was, dan ging Jannes bellen. Nou, kunnen jullie even komen? Het licht doet niet. Oh, het licht. Oh nee, dan moet je een nieuw pitje indraaien. Oh, nou ja, dat wist hij helemaal niet hoe dat moest. Ja. En van die dingen, ja, dan was hij anders. Ja. Alle energie gaat in het dammen zitten. Uren, dagen, nachten. En het levert resultaat op. Zijn jongensdroom komt uit. Hij wordt wereldkampioen in São Paulo in Brazilië. Rob Klerk is verslagen door Jannes en wordt tweede in Brazilië. Hij is nu de bondscoach van het Nederlands team. Dat traint op Papendal. De tijden zijn veranderd. Klerk verlangt terug naar zijn oude rivaal. Ik zeg wel eens tegen iemand die bijna kleurloos remise speelt. Neem een voorbeeld aan Jannes. Je moet meer oorlog maken in het strafschopgebied. Neem maar wat risico. Sleep ze mee het moeras in. Zesvoudig wereldkampioen Harm Wiersma, in Brazilië ontroond door Van der Wal, praat nu nog vol lof over Jannes. Explosief. En dat was vooral in die tijd, en dat was ook naar aanleiding van ook partijen die daarvoor in Rusland had gespeeld. Hij probeerde van alles uit. Ook systemen waarvan we wel eens dachten van ja, dat kan eigenlijk niks zijn. Hij wilde het namelijk zo moeilijk maken dat hij je meesleept het moeras in. En omdat hij dan dieper rekent dan de tegenstander, komt hij als winnaar tevoorschijn. Je komt er niet meer uit. Uit het moeras. Dat was in ieder geval zijn inzet. Van het WK in Brazilië zijn geen beelden. Wel van de aankomst op Schiphol. Volgend jaar moet hij zijn titel in een reeks van 20 partijen verdedigen tegen Harm Wiersma. Ziet hij daar tegenop? Nee, ik heb er zin in. Maar eerst 20 partijen niet te lang voor je, die heb je nog nooit gespeeld. Ik heb in mijn leven 1400 partijen gespeeld. Hij was wel moe. Hè? Het was een lange vliegreis en ze hebben dat... Die titel daar ook nog eventjes gevierd en zo, in die beroemde nachtclub. Dus alleen hij was ook wel heel blij. Als je die foto's ziet uit die tijd, dan grijnst hij van oor tot oor. Ja. Toen Jannes wereldkampioen werd in Brazilië, hoe vond u dat? Ik vond het op mezelf wel leuk. Maar moeder heeft toen gezegd, toen we terugkwamen, ik weet niet of Jannes dit aan kan. Ja? Heeft ze gezegd. En het bleek ook dat hij toen even overspannen is geweest. En is hij even uit de circulatie geweest. Ja. Kwam er te veel op hem af, mevrouw Van der Wal? Wat zegt u? Kwam er te veel op Jannes af eigenlijk toen? Ja. Ik denk het wel. De media, alles. De twee dagen later moest hij naar Mies. Ik doe echt niks. Echt niet. Zo, ja.
En dan, ja, prima. Bijna 2 maanden na zijn optreden bij Mies Bouwman wordt Jannes opgenomen op de psychiatrische afdeling van het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Hij zit er 3 weken. Was hij ook kwetsbaar? Ik denk het wel. Ik denk vrij kwetsbaar. Ik dacht het, ja. Ja? Ja. Ja. Hij heeft 1 keer gezegd, en dat doet je dan zo pijn eigenlijk. Dus heeft hij gezegd, ik wou wel dat ik zoiets zoals Auke Schoolma was. Die weet altijd een verhaaltje te bedenken, hè, zoiets. Dat was er niet bij met Jannes. Als wij hebben gezegd, nou, het is mooi weer. Nou, wat een onnozele vraag eigenlijk, want dat zie je toch wel, zoiets. Hij was ook stiekem misschien wel een beetje jaloers op u. Ja, 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 blijkbaar. Dat heb ik nooit in de gaten gehad. Maar ik was ook wel eens jaloers op hem, want ik zag hoe makkelijk hij dingen kon leren en in zijn hoofd kon stampen. En daar had ik veel meer moeite mee. Door de successen van Harm Wiersma en Jannes van der Wal is dammen een populaire sport in de jaren 80. Dus laat hij de 2 in jouw zak. Dan heeft hij meteen een dam. Zegt de naam Jannes van der Wal je wat? Ja. Weet je wat hij is? Ja, wereldkampioen toch? Zegt de naam Jannes van der Wal je wat? Ja, dat is een stuntfiguur, hè? Een mooi figuur. Lijpie. Lijp, ja. Lijp, hè? Ja, maar een mooi figuur is het dan. Was wereldkampioen. Jannes is nog niet voor 100% hersteld van zijn overspannenheid als hij zich in 1983 voorbereidt op de WK-2-kamp tegen Harm Wiersma. En toen heeft hij gewoon het praktische besluit genomen om voorzichtig te gaan spelen. Want het reglement was toen zo, als de match in 2020 zou eindigen, dan behield de zittende kampioen zijn titel. Tijdens het toernooi om het wereldkampioenschap bereidt Jannes zich op zijn eigen wijze voor. In de motelkamer van Jannes is ook aanwezig zijn secondant, ex-Nederlands kampioen Hans Janssen. Die? Nee, de andere stand. Ik doe maar gewoon. Ik zit aan mijn Chopin zit ik te studeren en goed, Hans die wordt er kortsmisselijk van, die wil het niet meer horen. Want ja, maar goed, dat vind ik dus een mooi lied en ja, dat blijf ik spelen. Ja, hij had het van tevoren al aangekondigd. Oh ja? Hij zei van ja, oké, als ik 20 remises speel, dan blijf ik wereldkampioen. In dat opzicht zeg ik daar wel tegenop. Ik denk, ja goed, dan moet je 20 keer tegen iemand spelen die eigenlijk niks wil. Nee. Maar goed, dat is dan niet anders. Dat is ook een vorm van een onderdeel van het spel. In Bunnik is de 8e en voorlopig laatste partij begonnen. Jannes van der Wal is nog niet eens aanwezig. De klok tikt. Elk van beide dammers heeft 2 uur bedenktijd voor minimaal 50 zetten. In dit heiligste der heiligen mogen alleen de hoofdrolspelers en de arbiter verblijven. Het was voor het publiek een beetje vervelend, want die hadden natuurlijk liever mooie partijen gezien. En voor Jannes was het ook niet leuk, want die had normaal gesproken juist een hele interessante ondernemende stijl. En 11-16 was verloren door... Is dit nu de 8e in de reeks van 20 remises? Ja. Nou ja, voor mij maar. Ja, dat begrijp ik. Dan blijf jij kampioen, hè? Ja. Maar de tactiek van Jannes werkt niet. Uiteindelijk weet Wiersma toch een partij te winnen. Hij wordt wereldkampioen. Jannes verliest zijn titel. Hoe dan ook, Jannes blijft populair. Hij treedt op in reclamespots en televisieprogramma's. Welkom op het Jumbo simultaantoernooi met niemand minder dan Jannes van der Wal. This old house is afraid of storms. This old house just goes and trembles. Onze damkampioen, Jannes van der Wal. Hallo, hoe is het? Nou, uitstekend. Ja? Goede reis gehad, het was 126 kilometer. Hij zegt het meteen, 126 kilometer. Maar hoe vind je drinkschaken? Ik denk dat ik talent heb.
vond het wel een beetje gênant dat mijn goede vriend als een soort clown werd opgevoerd. Dat er nooit eens een journalist kwam die gewoon een serieus interview met hem. He. Je kunt zeggen, ja, daar had hij zich misschien niet voor moeten lenen voor alles. Maar ja, goed, zo gaat dat dan. En hij verdiende het. En hij verdiende daaraan. En dat was voor hem wel een belangrijk argument. Want ja, zo makkelijk van je sport rondkomen was het niet. Louis van Dijk en Jannes van der Wal. Jannes houdt zich vooral bezig met optreden en dammen. Voor de omgeving daarbuiten heeft hij weinig oog. Hij had geen belangstelling voor dingen die ik deed. Of hij kon zich daar niet in verdiepen of verplaatsen of iets voor tonen. Ja, dat is dan wel vervelend. Maar op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om dan maar geen contact te hebben. Nee. En ja, dan hoef je er ook niet meer aan te ergeren. Nee. En ik heb wel... Hij stelde nooit een vraag aan u bijvoorbeeld? Nee. Hoe het was? Of... Nee. En Jannes komt weer eens op een vreemde manier in het nieuws. Hij verschijnt niet op het Nederlands kampioenschap dammen van 1986. Ja, dat vond ik wel heel erg, ja. Ja. Want ik heb hem die avond nog geadviseerd om toch maar op tijd naar huis te gaan. Maar nou ja, hij heeft niet geluisterd. Nee, want hij was wat flink doorgezakt die avond ervoor. Ja, klopt. Ja. Oh, ja? Ja. Ja, Joost, want net als jij ligt heel Nederland een beetje wakker van Jannes van der Wal, die gisteren wereldnieuws was, want hij verzuimde het Nederlands kampioenschap dammen eigenlijk binnen te halen. Jannes, je bent aan de telefoon nu. Goedemiddag. Ja. Wat is er precies gebeurd gisteren? Ik heb begrepen dat je die laatste partij hebt moeten verzuimen omdat je in slaap was gevallen. Wat is er precies gebeurd? Ik ben in Groningen in mijn woonplaats ingestapt om 8:00. Die trein die doet er ongeveer 5 kwartier over om in Zwolle terecht te komen. Maar zoals je al begrijpt heeft deze trein er 17 kwartier over gedaan. Typisch Jannes, zoiets? Ja. Ja, waarom? Ja, als er ergens een bananenschil op de weg lag, dan wist Jannes die altijd te vinden. In dit soort zaken, ja. Hé, hey, Jannes. Ga even zitten. Ja, nou, hier is hij. Als u applaudisseert, wordt hij echt wakker. Jannes. Even zitten. Ik sta daar ook een beetje leuk te doen, een beetje geforceerd. Jannes, het ging bij de wereldkampioenschappen heel goed. De laatste weken weer niet. Hoe kwam dat? Het gaat prima. Gaat prima. Ja, nou ja, zo is Jannes eigenlijk door ons gebruikt. Daar komt het toch op neer. Als je beelden die steeds terugkomen, wel nu. Dit waren dan beelden van een wereldkampioenschap, van een wereldkampioen dammen, die dan steeds terugkwamen en dat door het programma, ja. Een beetje treurig eigenlijk. Langzamerhand krijgt Jannes steeds minder met het dammen. En hij gaat meer bridgen en schaken. Dat doet hij veel met zijn schaakvriend Erik Hoeksema. Het was een schaaktoernooi. En daarbij werd gekampeerd. En ik ging iedere ochtend een stukje fietsen met mijn vriendin over de Veluwe. Gewoon om te ontspannen, om het hoofd leeg te krijgen voor de partij. Nou, daar hoorde Jannes van. En nou, die wilde ook wel eens een keertje mee. Nou, prima. Jannes mee. De stemming veranderde wel een beetje, want het ging alleen nog over de tartakauwe variant van de damegambiet en de Nijdorf. Over gewone dingen werd niet meer gepraat. Het werd een beetje eenzijdig. En mijn vriendin die zei toen s'avonds van, ik wil morgen weer gewoon met z'n tweeën. S'avonds stonden we samen onze tanden te poetsen in de badhokken. En Jannes vroeg, morgen weer fietsen? En ik zei, nou, morgen gaan we maar eens met z'n tweeën. En toen zei Jannes, gaat Anneke niet mee? Hij kon heel ad rem zijn. Maar ik weet nog steeds niet of het humor was of... Ik denk dat hij ook een beetje autistisch was. Ja, dacht ik wel. Maar dat had toen geen naam. Nee, helemaal niet. En begreep u hem altijd eigenlijk? Nou, ja. Nee. Hij was Jannes en ik was zijn moeder. Ja. Dus, ja. Die laatste jaren groeiden wij weer steeds meer naar elkaar toe. Jannes
had in die tijd, kwam hij meer in aanraking met al die dames. Er waren verschillende van die ook een gezinnetje hadden en een vrouw en kinderen. En Jannes begon daar gewoon toch meer aandacht voor te krijgen. Bleek ook gewoon met kinderen best goed overweg te kunnen. En, en hij was ook echt, hè. En kinderen hebben dat ook gewoon in de gaten. En als een kind iets grappigs doet, dan lacht Jannes daarom. En dat kind ziet dat en dat doet dat dan nog een keer. Mijn kinderen vonden hem een leuke oom. Toen heeft hij zichzelf wel eens afgevraagd: waarom ben ik anders dan andere jongens van mijn leeftijd? Die hadden een vrouw, of ze waren getrouwd of huisden. Dat maakte geen verschil, maar hij was alleen. Dat heeft hij in het laatst van zijn leven gevoeld, dacht ik. Dat hij alleen bleef. Hij wou dan ook een beetje veranderen. Hij wou wat meer, sociaal worden, wat meer tussen de mensen. Ja. En het was te laat. In 1996 wordt Jannes ziek. Er wordt leukemie bij hem geconstateerd. De artsen en Jannes moeten de strijd al snel opgeven. De laatste dagen hebben mijn zus en ik hem, toen hij besloot uitbehandeld was, wilde hij gewoon naar zijn eigen huisje terug. En toen hebben wij dat dan mogelijk gemaakt. Hè, door bij toerbeurt hem te ondersteunen en te verzorgen. Mijn jongste zus is met een man, met Jannes nog naar een schaakwedstrijd geweest in de auto. Ja. Ga je dus met een doodziek iemand in de auto 100, 200 kilometer rijden en ondersteunen. En hij zag er verschrikkelijk uit. Uitgeteerd, uitgemergeld, als dat een woord is. Ja, als je daarmee stilstaat, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, want hij wilde daar graag nog een keer naartoe. Hij wilde daar naartoe. Ja. Hij wilde zijn team ondersteunen. En na afloop gingen we nog even bij elkaar zitten. Voor de laatste keer praten over schaken. Wisten we nog niet dat dat de laatste keer was. Maar hij sloot af met een hele harde grap. Als jullie met 8-2 verliezen van Enschede, dan kan ik net zo goed doodgaan. En op een gegeven moment werd het zo emotioneel, het afscheid, dat we omhelsden elkaar. En we konden niks meer zeggen en de tranen stroomden. Toen ben ik ook heel snel naar Groningen, in zijn huis waar hij zat, ben ik bij hem geweest. En dat was één dag voor zijn dood. Maar wat ik wel opvallend vond, is toch zijn trots dat hij toch het afscheid van het leven nam met een zekere trots. Ik weet nog wel dat Jannes op een gegeven moment in dat gesprek tegen Harm zei: ik ben verdomme nog niet eens 40, weet je wel. En dat ik nou al dood ga, dat vond hij toch wel. Dat vond hij toch wel stuitend eigenlijk. Dat hij zo'n pech had. Ja. Ja. Jannes van der Wal. Tot zover onze winterserie. In het voorjaar en in de zomer zijn we terug met maar liefst 7 nieuwe verhalen van andere tijden sport. Vanuit het Olympisch Stadion van 1928 in Amsterdam. Goedenavond. Zondagavond laat. Na de vermoeiende wedstrijddag laat wereldkampioen Jannes van der Wal zich toch nog verleiden tot een allerlaatste potje. Nou, wat denk je? Heb ik talent?